Real down that. Omdat wij op de terugweg ook een stoel voor Sydney hebben gekocht, dat is nu 2. Dus vanaf 2 betaal je eigenlijk voor een stoel. En op de heenweg hadden we een stoel gekregen. We hebben dus nu ook 23 kilo voor haar. Dus we hebben allemaal dingen van Richie nemen we mee die hier nog in de garage stonden. Maar ook natuurlijk de kleding die we hebben geshopt. Kunstwerken die Richie vroeger heeft gemaakt. Dus we zijn al aan het inpakken. Het is nu maandag. We hebben heel veel cadeautjes gekregen voor Sydney haar verjaardag. Maar goed, we zijn aan het inpakken, want we gaan dus woensdag terug. We gaan morgen waarschijnlijk nog naar Bondi. Dus nog één leuke dag en dan vliegen we woensdag. We hadden een boekje gemaakt voor Vaderdag, voor Richie's vader, met foto's van mijn familie. Zodat het voor hun wat makkelijker is om, als we zeggen, oh Luca en oh mijn moeder en mijn vader en mijn zus en mijn broertjes. Dus er zijn 4 broertjes en een halfbroertje. Dat het wat makkelijker is voor hun om te weten wie is. En toen zei mijn schoonmoeder, wil je heel even de namen erbij zetten? Kreeg ik dit. Dus zij recycled papier, maakt dat met een nietje aan elkaar vast. En dan heb je dus gewoon een platblokje. Een upcycle idee. I should hire you. Rich en ik zijn even wat spullen naar Finny's aan het brengen. Die hij niet meer wil uit de garage. En ik ga even een kijkje nemen. I found already something very interesting. Yeah. 4. Too big. Yeah. This has to be tight. But beautiful, eh? Yeah, this is super cool. Like this, yeah. How mooi. Or do you say keep do it anyway, even if it's too big? Nee, eh? Needs to be tight. Yeah, too big. Too big, bud. Listen to them. Three items in 5 minutes. Richie didn't give me more. Sometimes you can only have what you're given. Maar ik heb wel heel veel mooie dingen. Ik laat thuis hem zien, ja? Okay, my boy. Ik ben even in de study, want ik moest hier eventjes bellen. En dit is dus mijn schoonmoeder als kindje. Maar die lijkt toch ontzettend op Sydney. Ik had net een telefoongesprek met Lisa van Koffietijd. Want daar ga ik maandag, nadat we terug zijn, naartoe. Ging goed, want wij gaan over kringlopen praten. En Lisa van Koffietijd is helemaal fan van kringlopen. Dus dat is top. Oké, we gaan nu eten. Doei! Laatste dag in Sydney. Morgen vliegen we terug. We gaan nu naar Bondi. De broer van Richie woont daar. Helaas moet hij werken. Dus die zien we niet. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien waar zij dus wonen. Maar het is hier gewoon nog geen korte broeken weer. Dus ze hebben een hele frisse lente. Ik heb dus de hele tijd hetzelfde aan. Ergens vind ik dat heel jammer. Omdat we natuurlijk ook heel veel leuke dingen doen. Maar ergens denk ik ook. Geweldig, ik hoef dus niet na te denken. Eén outfit zit in de was en de andere heb ik aan. Ja? Zeg tunnel. Tunnel. Wil je naar de speeltuin? Ja, yeah, we're going to the speeltuin. Ah, op het strand. We vertellen later wel even hoe we deze reis hebben ervaren. Hè, Richie, we geven een recap. A reason to be good. Wow, so here we're going time. To a row. You have to be a good girl or we won't go to the row. Tunnel, steel town rock. Tunnel. Dit is echt zo'n Australië vrouw. Active,
and fashionable. Kijk, de zee zit nu in de beach. Ik zal proberen om even wat mensen in beeld te brengen, want je hebt dus hele andere mensen die aan het strand wonen dan in de stad. Ja, ik zie het ook wel de hele tijd van die actieve mensen. Dit is gewoon een soort van power walking. En toen zag ik opeens deze winkel, Bondi Active. Toen dacht ik, hey, vandaar. Sydney heeft een nieuwe sweater. Bondi. Mooi hè, Sydney jacket. Het is trouwens nu heel lekker zonnig. Dus het regende natuurlijk toen we hier naartoe reden. Je ziet nu naast mij weer zo'n actieveling. Echt Fit Town noemde Richie het. Dat is het zeker. Hè? Nice visje. Lobster. Openbare showers en toiletten en alles. Dus als je op het strand bent geweest, kan je daar even naartoe. We gaan nu naar deze speeltuin. Nee. Speeltuin voor Sydney. Ja. Ben je lekker aan het wiebelen? Mijn ijsje? Ja, lekker. Ik heb een juice genomen met celery en apple. Avocado with egg. This one. Hondje tekenen? It's straightforward. I like it. Oh, look at this. You don't have to. I'll leave it there. If you want to, you can. But you're a gem. Thank you. Het ziet er heel goed uit. Looks great. TNA pants. Richie just explained to me. It's the yoga legging. Kijk, hey, van rechts. Waar werkelijk iedereen, deze hele groep op rechts. Deze vrouw die daar nu aanloopt. Dus hè, de yoga legging, de athleisure. Dat is natuurlijk een trend wereldwijd. Maar hier, want TNA staat voor Tits and Ass Gear. Maar ass of geen ass, iedereen heeft het aan. Ik heb eindelijk nieuwe nagellak. Ik kom steeds niet omdat we gewoon heel druk waren. Maar als ik terugkom heb ik meteen koffietijd en 3 samenwerkingen. Wat ik gewoon tof vind als ik dan handen goed zijn. Nou, dat het niet zoals een halve garen op beeld zit. Dus ik ben hier heel blij mee. $30, dus ja, ook zoiets van 20, 22 euro of zo.
Bronte Beach. We're going to Clovelly. It's a beautiful little inlet where you can swim and snorkel and jump straight off the rocks into the water. Super safe, super local. And this is like all about locals. Babe, there it is. Ooh. Oh, wow. Ooh, wow, hoe anders dit is. Hè, wat een ander gebied. Dit is 10 minuten onder Bondi. Heb je dus Clovelly? Nee? Clovelly. Clovelly. Clovelly.